De aardkorst bevat heel veel verbindingen. Die verbindingen zijn voor ons niet zo waardevol als de elementen waaruit ze zijn opgebouwd. Dit gesteente bevat aluminiumoxide. Als je aluminiumoxide ontleedt, krijg je aluminium, een van de meest waardevolle metalen. Een verbinding kan worden ontleed met behulp van elektriciteit. Dat gebeurt door er elektrische stroom doorheen te voeren, een proces dat elektrolyse heet. Er wordt een stroomkring gemaakt met twee koolstofelektroden, een stroommeter en een stroombron. Het witte poeder is loodbromide. Als je de stroom inschakelt, gebeurt er niets. De stroommeter blijft op nul staan. Vast loodbromide geleidt geen stroom. Het moet eerst gesmolten worden. Loodbromide smelt bij 370 graden Celsius. Als we nu de stroom inschakelen, gaat er een stroom lopen. In deze stroomkring is de elektrode aan de rechterkant positief. De linkerelektrode is negatief. Als de stroom door het gesmolten loodbromide gaat, komen er reacties op gang. Links bij de negatieve elektrode lijkt het alsof er niets gebeurt. Maar bij de positieve elektrode zien we belletjes, wat betekent dat er een gas vrijkomt. We zetten een aantal kleine buisjes om de elektroden heen die het gas opvangen, zodat we kunnen zien wat voor kleur het heeft. Wat voor gas zou het bruine zijn? Dat is brom. Het lijkt alsof er bij de linker elektrode niets gebeurt, maar als we het gesmolten loodbromide weggieten, blijft er een klein zilverachtig metalen druppeltje achter. Dat is zuiver lood. Als we dus een elektrische stroom door gesmolten loodbromide leiden, wordt het ontleed in de stoffen lood en brom. Om na te gaan wat er gebeurt, moet je je voorstellen dat je de geladen deeltjes, de ionen, in de verbinding kunt zien. Er zijn positieve loodionen en negatieve bromide-ionen. Als de stroom wordt ingeschakeld, worden de loodionen aangetrokken door de negatieve elektrode. De bromide-ionen worden aangetrokken door de positieve elektrode. Loodionen nemen elektronen op. Ze raken hun positieve lading kwijt en er ontstaan loodatomen. Bromide-ionen geven elektronen af. Zij verliezen hun negatieve lading en worden bromatomen. Het brom ontsnapt als gas. Elektrolyse van loodbromide lukt alleen als de verbinding gesmolten is. Waarom lukt het niet met een vaste verbinding? Als je in plaats van loodbromide zinkchloride neemt, ontstaan er bij de elektrolyse andere producten. Wat zou er gebeuren als er stroom door zinkchloride wordt geleid? Nu verschijnen er hele bleke gasbelletjes bij de positieve elektrode. Dat gas kleurt vochtig blauw lakmoespapier rood en vervolgens verbleekt het. Dit moet chloorgas zijn. Er lijkt weer niets te gebeuren bij de negatieve elektrode.
Maar na het afgieten van de gesmolten zinkchloride zien we een druppel zuiver zink. In de industrie wordt elektrolyse op zeer grote schaal toegepast. Er wordt heel veel elektriciteit gebruikt om onedele metalen, zoals aluminium, uit hun erts vrij te maken. Natriumchloride, of zout, is een van de goedkoopste en meest voorkomende grondstoffen. Het komt in enorme hoeveelheden in de bodem voor als steenzout en in opgeloste vorm in alle wereldzeeën. Elektrolyse van natriumchloride oplossingen is een belangrijk industrieel proces. Vermeng het zout met water, voer er elektrische stroom doorheen en je krijgt een aantal nuttige stoffen. Om te zien wat er gebeurt, hebben we hier een eenvoudige opstelling gemaakt. Twee elektroden, ondergedompeld in een natriumchloride oplossing, worden verbonden met een stroombron. De elektroden zijn van koolstof. Kijk eens wat er gebeurt als er stroom door de vloeistof gaat. Hoe kun je zien dat er reacties plaatsvinden? Bij beide elektroden verschijnen er belletjes, een teken dat er gassen vrijkomen. Om de gassen op te vangen, wordt er over beide elektroden een buisje met een natriumchloride oplossing geplaatst. Het gas verdrinkt de oplossing en wordt bovenin de buis verzameld. Wat voor gassen zijn dat? Het ene gas is kleurloos, het andere lichtgeel. Ze kunnen met een eenvoudige test aangetoond worden. Het gas bij de positieve elektrode wordt getest met een vochtig blauw lakmoespapiertje. Dat wordt rood en verbleekt dan snel tot wit. Dat is chloorgas. Het gas bij de negatieve elektrode wordt getest met een brandende lucifer. Het ploft, het bewijs dat dit waterstof is. Hoe komt het dat er bij de elektrolyse van een natriumchloride oplossing waterstof en chloor ontstaan? Stel je eens voor dat je de geladen deeltjes in de vloeistof kunt zien. Er zijn natriumionen die positief zijn en chloride-ionen die negatief zijn. De andere zitten in het water. Positieve waterstofionen en negatieve hydroxide-ionen. Al die verschillende geladen deeltjes kunnen zich vrij bewegen. Als de stroom wordt ingeschakeld, worden de positieve ionen aangetrokken door de negatieve elektrode. De negatieve ionen gaan naar de positieve elektrode. Natriumionen en waterstofionen proberen allebei elektronen te krijgen. De waterstofionen winnen het gevecht. Zij raken hun positieve lading kwijt en vormen waterstofgasbellen. Ook bij de positieve elektrode vindt een gevecht plaats. Hier winnen de chloride-ionen het. Zij verliezen hun negatieve lading en vormen chloorgasbellen. In de industrie levert de elektrolyse van natriumchloride-oplossingen heel veel nuttige stoffen op. Chloor wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel in zwembaden. Waterstof wordt gebruikt als raketbrandstof. En de natriumhydroxide-oplossing die overblijft, wordt gebruikt bij de fabricage van bleekwater. Galvaniseren wordt gebruikt om metalen tegen roest te beschermen en om artikelen er mooier uit te laten zien. Verkoperen kan gemakkelijk in het laboratorium worden gedaan. Er is alleen maar een kopersulfaatoplossing voor nodig en een manier om daar elektrische stroom door te leiden. Twee koolstofelektroden, aangesloten op een stroombron, worden in de vloeistof gezet.
zet de stroom aan, de reacties komen op gang en de stroom loopt. Links, bij de positieve elektrode, verschijnen er belletjes. Dit kleurloze gas is zuurstof. Bij de negatieve elektrode zijn geen belletjes te zien, maar de koolstof verandert langzaam van kleur. Hij wordt bedekt met een laagje koper. Koperionen in de oplossing worden door de negatieve elektrode aangetrokken. Als reactie daarop gaan ze koperatomen vormen en bekleden ze het oppervlak van de koolstofelektrode. Door de koperionen heeft de vloeistof een mooie blauwe kleur. Als die langzaamaan verdwijnt, wat zal er dan met de vloeistof gebeuren? Als de koolstofelektroden door koperelektroden worden vervangen, komen er andere reacties. Deze keer lijkt er niets te gebeuren bij de positieve elektrode aan de linkerkant. Er zijn geen belletjes, er wordt dus geen zuurstof geproduceerd. Maar bij de negatieve elektrode gaat het koper er anders uitzien. Om te zien wat er gebeurt, moeten we eerst een nieuw paar elektroden wegen. Dit wordt de positieve elektrode. Hij weegt 39,60 gram. De negatieve elektrode weegt 39,61 gram. Ze zijn bijna even zwaar. Twee uur later wegen we ze opnieuw en zien dan wat er is gebeurd. Maar eerst moeten de elektroden worden afgespoeld en gedroogd. De negatieve weegt nu 40,92 gram. Hij is zwaarder geworden. De positieve weegt 38,22 gram. Deze elektrode is lichter geworden. Om die verandering te verklaren, moet je je voorstellen dat je de deeltjes in de kopersulfaatoplossing kunt zien. Er zijn positieve koperionen en negatieve sulfaationen. Als de stroom aangaat, worden de koperionen aangetrokken door de negatieve elektrode en de sulfaationen door de positieve. De koperionen nemen elektronen op, ze verliezen hun positieve lading en vormen een laagje koperatomen op de metalen strip. Bij de andere elektrode doen de negatieve sulfaationen helemaal niets. In plaats daarvan worden de koperatomen in de metalen strip positief geladen ionen die in de oplossing oplossen. De ene elektrode wordt lichter, de andere wordt zwaarder. Om een voorwerp met koper te galvaniseren kun je net zo'n opstelling gebruiken. We gebruiken weer een kopersulfaatoplossing. De positieve elektrode is van koper. Maar de negatieve elektrode is nu het voorwerp dat gegalvaniseerd moet worden. Na enkele minuten is de lepel bedekt met een mooi koperlaagje. Verhoog de stroom nu maar eens en kijk wat er dan gebeurt. Er ontstaat een dikkere koperlaag, maar die laag is van slechte kwaliteit. Je kunt hem er zo afvegen. De stroomsterkte die bij galvaniseren wordt gebruikt, is heel belangrijk.